Rick, in de zesde koers, het Studio Duinen Quartet, de mooiste koers van de dag. Kom je aan de start met Elisa Star N. Vorige keer valt die van de start, als ik me goed herinner. Hoe zijn de kansen vandaag? Goed, ze heeft hier nog maar één keer gelopen, maar ik denk, ik denk dat ze hier wel ver moet kunnen komen. Paard van Frans van den Blonk is wel gevaarlijk als hij een makkelijke kop krijgt, denk ik. Die laat zich niet zomaar terugpakken. Het is wel een paard met veel klasse. Maar als we een beetje de koers mee hebben, dan moeten we dichtbij zijn. Wat gebeurde er precies de laatste keer? Ik zou inparkeren aan de binnenkant de eerste bocht in. En toen, dat accepteerden ze niet. Dus toen sprong ze eruit. Voor de rest geen bijzonderheid. De laatste training goed verlopen? Ja. Dankjewel, Rick. Start over 20 seconden. Deelnemers, start vrij. Zesde koers, dames en heren, de Studio Duindicht kwartetkoers. De paarden gaan zich opstellen. De 1 Eagle Trans Air met Jaap van Rijn. Nummer 2 Continentaleen Angela Spanjaard, die op dit moment grote moeilijkheden maakt. Nummer 3 Bettina Cartouche, Frans Vogelenzang. De 4 Durk en Boko, Frans van der Blonk. De 5 Zoefha, Gerard Smit. Nummer 6 Abe van Kamstra, Wim van der Mespel. De 7 Erik W. Boko, John de Leeuw. Nummer 8 Kato van Egmond, André Bakker. De 9 Arwit Boko, John Dekker. Nummer 10 Elisa Star en Rick Ebbingen. De 11 Doko F. Boko, Kees Simming. En de 12 Samson Ries, Heus aan den Berg. Paard achter de auto, 200 meter tot het startpunt. Nog 100 meter. 50 meter. 30 meter. Start gevallen. Paarden zijn gestart. En het is na de start Continental Lane die de leiding heeft genomen. Was wat onstuimig bij de oploop. Maar gaat direct naar de start aan de leiding. Op de tweede plaats Eagle Trans Air. Daarachter komt aan de buitenzijde Durk en Boko naar voren. En wie Durk en Boko kent, weet dat hij in de frontrenk wil opereren. Maar dat wil ook Kato van Egmond. Die neemt de leiding, maar maakt daarbij een galoppade. Paarden komen de bocht door. En Continental Lane heeft nog altijd de leiding. Durk en Boko die probeert in het tweede spoor dichterbij te komen. En zo zijn de paarden op weg naar de rechte lijn voor de tribune. Durk hem nu weer ingeparkeerd op de rug van de leider. Deelnemers zijn in de rechte lijn voor de tribune. Continental Lane, Durk en Boko, Eagle Trans Air. Daar komt aan de buitenzijde een der andere deelnemers naar voren. En die gaan we even proberen te spotten voor u. Ja, Wim van der Mespel, die zien we met Abe van Kamstra. En daartussendoor is het dan de nummer 5, Zoefha. En met Gerard Smit, dat zijn op dit moment de smaakmakers. 8 uitgeschakeld, 8 uitgeschakeld. Paarden zijn op weg naar de laatste. De ronde met Continental Lane de leider. Op de tweede plaats Abe van Kamstra. Zoefha heeft inmiddels de derde positie ingenomen. Op de vierde plaats aan de binnenkant Durk en Boko met Doko F. Boko schuin daarnaast. Dan Eagle Trans Air. En die wordt gevolgd door Erik W. Boko met Arwit Boko. En zo komen de paarden de bocht door in de laatste 1000 meter. Aan de staart van het veld is het op dit ogenblik dan een der uitgeschakelde deelnemers. Of de uitgeschakelde deelnemers, zo moet ik het zeggen. En laatste van het peloton effectief is Samson Ries. Halverwege de rechte lijn aan de overzijde. Nog altijd Angela Spanjaard met Continental Lane. Met op de tweede plaats Abe van Kamstra. In het tweede spoor volgt dan Durk en Boko. Daarachter dan Eagle Trans Air. Dat zijn op dit ogenblik de best geplaatste paarden. Als we richting laatste bocht trekken. Zoefha die heeft al de positie in de frontrek moeten prijsgeven. Valt terug door het veld als een steen in water. En we zijn in de laatste bocht. En het is daar dat Durk en Boko druk op de ketel zet. De leiding overneemt van Continental Lane. Durk en Boko in het tweede spoor. Continental Lane aan de binnenzijde. Daarachter volgt een Abe van Kamstra met dichterbij Erik W. Boko. En zo komt het gezelschap de laatste rechte lijn in. Heeft nog 350 meter af te leggen. En Continental Lane voor Durk en Boko. Continental Lane nipt voor Durk en Boko. Daarachter volgt aan de buitenzijde dan Erik W. Boko. En zo gaan we dan de laatste meters in. En ook zien we opkomen nu Elisa Star. En die hebben we de hele koers eigenlijk nog niet gehoord. Daar was ook geen reden toe. Maar nu wel, want die komt heel sterk naar voren. En daar komt ook nog Eagle Trans Air daarvoor. Elisa Star en met Eagle Trans Air. Eagle Trans Air op de streep. Pakt hem. Wint het voor Elisa Star. En daarachter Erik W. Boko. Durk en Boko. Dan de lange leider. Continental 1. Gevolgd door Arwit Boko. En Abe van Kamstra.